Hoi, de laatste tijd ben ik een klein beetje geobsedeerd door Amerikaanse slaapkamers. En dan met name hoe de Amerikanen hun bed opmaken. Want dat is heel anders dan dat wij Europeanen doen. Dus ik besloot op een gegeven moment te gaan googlen hoe en wat. En ik heb echt urenlang zitten lezen over alles wat betreft bedden en kussentjes en wat de trends zijn en dat soort dingen. En er zijn een paar dingen die ik heb ontdekt. Ten eerste, hoe wij het doen, Europees, is hip. Dus al die Amerikanen willen eigenlijk hun bed zoals wij dat hebben. En er zijn bepaalde dingen die zeg maar horen bij een Amerikaans bed. En ik heb inmiddels alles gekocht wat daarvoor nodig is. En ik heb ons bed ook zo gemaakt. En het leek me leuk om jullie te laten zien hoe je dat zelf ook kan doen. Dit is hoe een Europees bed eruit ziet. Dit is dus hoe wij hem eigenlijk hier in Europa vaak opmaken. Gewoon met hier een hoes overheen en dan de kussens. Kussens eronder of kussens erop. Dat zie je ook wel eens. Zo, zeg maar. En dit is dus Europees. Dit is nu hip, hè, wereldwijd, dat mensen het zo doen. En ik ga je laten zien hoe je dus van dit naar Amerikaans kan. Je begint met precies hetzelfde als wat wij hebben. Zo'n elastisch ding over je matras heen. En dan de hoes om je deken. En wat heel veel Amerikaanse mensen doen, is dat ze hier nog een laken onder leggen. En die vouwen ze daar dubbel, net als in een hotel. Dat is een beetje ouderwets. Dat wordt gedaan omdat vroeger had je dan zeg maar een prikkelig kleed. En daar deed je dan een hoeslaken onder, zodat dat lekker zacht voelde aan je lichaam. Maar tegenwoordig is dit zo zacht dat dat eigenlijk niet nodig is. Dus gewoon hoe wij het doen, zo, hoppakee, en dan dit eroverheen. Dan heb je die kussens lopen, die heb je om je kussens heen zitten. Die gaan we even afhalen. Nu koop je de allergoedkoopste slaapkussens die je kan vinden. Deze waren geloof ik €1,99 per stuk. En daar doe je deze hoes omheen. Vergeet niet de binnenkant zeg maar af te sluiten. Zo, zorg dat hij er helemaal perfect in zit. Dit heb ik nu bij twee kussens gedaan. Deze zijn klaar. Nu neem je je twee slaapkussens, dus degene waar je echt met je hoofd op rust. En daar koop je twee losse witte hoezen voor, of wat voor kleur dan ook. En dat worden je speciale slaaphoezen. En ook die doe je in de hoes. Slaapkussens zijn klaar. Nu neem je een spreiset. Volgens mij heet dat zo. En dit is een sprei. Dit is een deken, maar het is niet dat je er lang kan slapen. Het is meer zeg maar voor over je bed. En die heb je vaak in combinatie met kussens die daarbij passen. Wil je het op z'n Amerikaans doen? Koop dan een set waarbij het kussen 65 x 65 centimeter is. Ook wel een Europillow, oftewel Europees pillow. Ik weet niet hoe ze daaraan komen, want wij slapen niet op kussens van 65 x 65. Maar dat is zeg maar de perfecte maat voor die combinatie straks. Dus ik heb een spreiset in de grijze kleur met twee grijze kussens. Daarbij heb ik twee kussens van 65 x 65 gekocht. En die doe je hier dus in. En het mooie hiervan is dat de rits achter zit. Waardoor je dus, als je dit neerlegt, is het gewoon mooi rondom. Zie je niks uitsteken of wat dan ook. Hoppakee. Vergeet de slaapkussens even. Het gaat om de decoratiekussens. En die slaapkussens verstop je toch. Dit is 65 x 65. Dit is 60 x 70. Dat is hoe groot een gewoon kussen is. En dan gaan we nog een kussentje toevoegen. Die is dus kleiner dan dit. Die is 50 x 50. En dit kan je echt overal vinden van die decoratieachtige kussentjes. Dit is een hoes van 50 x 50. En daarbij een binnenkantje van 50 x 50. En als je wil, kan je nog een middenkussentje nemen. Wij hebben dat nu niet. Ik heb er even eentje gestolen van de huiskamer. Kan als je wil. Sommigen die nemen één heel mooi bijzonder kussentje. Of bijvoorbeeld iets van een kerstkussentje met kerst. Of wat dan ook. Maar ik laat het nu even gewoon puur ter decoratie zien. Nu ligt alles er. En nu ga ik laten zien hoe je het mooi kan neerleggen. Je slaapkussens die leg je als allereerste neer. Eigenlijk wil je die een beetje wegwerken. Want ja, op zich, deze passen er nog wel goed bij, maar vaak zijn dit toch de wat rommelige kussens waar je ook met je hoofd veel op draait en alles. Dus dit leg je helemaal achterin. Dan neem je je twee spreikussens, de grootste zeg maar, die leg je er tegenaan, rechtop. Daarvoor zet je deze kussens, die dus bij het patroon horen, die een nep slaapkussen erin hebben. Probeer het zo neer te leggen dat die grijze er een beetje bovenuit steken. En nog een tip, die zijkantjes, die zeg maar soort van open zijn, omdat het kussen erin moet,
doe die altijd weg van de deur waar mensen naar binnen kijken. Want dan zie je de mooie kant als je binnenkomt. Dan neem je twee kleinste kussentjes. En je kan ervoor kiezen om ze iets wijder te doen of je zet ze iets meer tegen elkaar aan. En als je het eventueel leuk vindt, een kussentje in het midden. Dan neem je nu de sprei en die leg je hier overheen tot de helft ongeveer. Als je wil, kan je er nu nog een of ander zacht kleed bij leggen. Dan zo'n soort van gedrapeerd-achtig. Hé, Denise. En dit, ja, ik ben daar niet zo'n held in. Maar sommige mensen vinden dat mooi, zoiets. En that's it. Dit is hoe je een bed op zijn soort van Amerikaans opmaakt. Iedereen heeft zijn eigen manier. Dit is zeker niet dé manier. Maar ik heb gewoon echt een hele nacht zitten uitzoeken hoe dat hoort. En het soort van, ik weet niet, ik had echt zoiets van, ik wil dit ook. Ik ben ook gelijk naar de IKEA gegaan. Vrijwel alles wat je hier ziet komt van de IKEA, behalve dit ding. Die heb ik in de Action gekocht ooit. En al die vullingen en ook die, dat ja, bed overtrek set en zo, dat komt allemaal van de IKEA. Ik zal hem nog even van bovenaf laten zien. Nee, ik vind het kleed niet mooi hoe ik hem heb neergelegd. Hoppakee. En eigenlijk is het zo dat elke avond als je gaat slapen, dan haal je dit eraf. En dit is best wel zwaar en veel. Hij ligt nu ook dubbel. Dus de truc is om hem soort van zo te vouwen en dan naast het bed te leggen. En dan de volgende dag leg je hem weer op. Vervolgens haal je dit er allemaal af. Dus dit leg je soort van naast het bed en dan slaap je gewoon op dat kussen. Ik zal nog even een side shot doen. Dit is hoe het er van de zijkant uitziet. Je kan dit ook veranderen door er bijvoorbeeld een leuke knuffel neer te leggen. Dat is mijn Harrods beertje. Of ja, een zakje met beer, maar zoiets, weet je wel, een geurzakje. Het is echt, het geeft zo'n beetje zo'n ja, hotelachtig effect. Wat sommigen ook doen is dat ze zo'n rolkussen neerleggen. Deze heb ik even van de bank gepikt. Dit vind ik zelf iets minder, maar ja, ik snap wel, het kan wel wat hebben. Maar ik vind een klein kussentje in het midden vind ik denk ik het allermooist. Dus ik moet even op zoek naar een mooi perfect kussen voor hier. En that's it. Dit is hoe je op zijn Amerikaans je bed kan opmaken. Een soort van geïnspireerd door. Want iedereen heeft zijn eigen manier. En dit is wat ik nu leuk vind om te doen. En ik dacht, ik deel het met jullie. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En tot de volgende keer. Doei doei!